What's going on, boys and girls? Welkom terug bij Dishonored Death of the Outsider DLC op mijn channel. We zijn in de vorige part geëindigd in Karnaca in Schemer, namelijk chapter 3, The Bank Job. Ik kan in deze area gewoon weer zelden open wereld area trouwens, maar dit keer avond. Weer 4 nieuwe contracts doen, startend met de paintings, namelijk hier, dat is een belangrijke painting die gestolen moet worden. Je ziet hem daar binnen, ik kan het nu niet goed zien, er is in ieder geval een painting. Care. Je hebt mij de vorige part zien etteren met, yo, misschien kan ik met Foresight naar binnen. Dat lukte niet, kan wel dus. Kan gewoon wel, let maar op. Hier, dan kwam er buiten de opname achter. Ik dacht, wat, waarom zag ik dit niet? Dus, laten we dat in ieder geval gaan doen, om daarmee te starten. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben, guys. De support showen. Door de video eventjes te liken. En dan gaan we snel van start. Coin. Vet veel goede coin. Een grenade. En een goede black bone charm. Kunnen we dit nog meenemen? Dit is de painting waar het allemaal om gaat. Luke Abel. Zelfportret. Wel een karikatuur zo te zien. Dank je. Die is binnen. De contract is binnen. Dat is de eerste contract, dus aflevering 7. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, guys. De support show, het begint al goed. Eerste contract afgerond. We gaan de weg eigenlijk vervolgen. Kunnen we niet op die manier naar buiten? Nee, we kunnen niet op die manier naar buiten. Dus dan moeten we weer Foresight gebruiken. Hallo, niet onder water, gek. En we zijn weer buiten. Awesome. Ik heb ook in de Black Market verschillende perks gekocht. Ik ren nu stealth. Ik glide stealth. Zo loop ik harder. Ja, er zijn gewoon verschillende dingen die ik erbij heb gekregen op basis van stealth. Dus dat is nice. Geen ratten hier, hè? Nee, ik dacht wie weet krijg ik nog wat meer info. Dus laten we lekker van start gaan. We hebben daar een... contract nog? Daar is niks meer. No, we hebben daar een contract, dat is de Guard's Note. We moeten dus een speciale Elite Guard pickpocketen. En daar hebben we de pharmacy. Dus laten we daarheen gaan. Daar gaan we een start mee maken. Let's go, guys. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Oké, okay, waar zullen we eerst eens heen gaan? De guard of... Nou, we gaan het zien. Vind je dit de slimste actie? Karnaca Gazette, get your Gazette for the news of the day. Stay here. I'll just check what that was. Yo, later, dude. Dit is die pharmacy, trouwens. Ik zal al deze guys even marken. Hier staat een veteran opeens. Hoe de fuck ga ik dat doen? Nou ja, eerst de pharmacy maar in dan. Oh shit, 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 shit. Wat hebben we hierboven?
Je kan hier niet naar binnen, hè? Of wel? Jawel. Dit is echt net goed gegaan, serieus. Bathing salts, nice. Nee, dit is echt net goed gegaan, want ik viel daarnaast. Dat was niet de bedoeling. Nou ben ik hier eindelijk, kan ik niet verder naar binnen. Is dit allemaal voor enge shit? Nee, ik kan hier niet verder naar binnen. Ah, what the fuck. Het is hier beneden waar ik moet zijn. Cable car crashes on the rise in Karnaca. Survivors tell their tale. Yo, waar de fuck gaan hun heen? Ze lopen helemaal weg van hun event gewoon. Hé, ik ga dit quick saven. Als dit lukt zou het perfect zijn. Oh jongens, ik ben zo blij dat we mazzel hebben gehad met zijn geglitchte event. Doe Gies, als het goed is gelukt. Yes, Pickpockets Delight. Ik ben zo blij met zijn geglitchte event. Namelijk, hij heeft ervoor gezorgd dat hij een andere route in ging lopen. En daardoor heeft hij het me veel makkelijker gemaakt. Dat ging best wel pro, right? Oké, autosave. Ja, die missie is gelukt namelijk. We hebben die contract gewoon gedaan. Het is heel lastig om nu binnen te komen bij de pharmacy. Like, hoe de fuck kom ik binnen in de pharmacy?
Als de deur dicht zit, we moeten even die notitie op de deur zien te lezen. Alleen het is heel lastig als ik dit soort momenten krijg. Kijk, we gaan nu dood. Het staat natuurlijk op hard. Hij is wel gestolen. Ik laat mijn auto save eventjes terug. Zodat de contract gewoon weer is voltooid. Oké, dat is wel heel nice gegaan. Maar hoe gaan we daar in hemelsnaam komen? Oké, ik maak hier even die quick save, want het is echt best wel perfect gegaan. We hebben ze daar afgeleid, contracts achter de rug, dat soort dingen. Oké, wat staat hier? Maybe I should pay Theresia a visit. Theresia, oké, terug. Terug en ASAP ook. Perfect. Oké, nou moeten we naar Theresia. Let's go. Hebben de ratten nog wat te zeggen? Ben ik hier nou nog nooit geweest? Ga je me nou echt vertellen dat ik hier nog nooit ben geweest? Ik ben ook meteen op de goede plek, hè, bij Theresia. Sign. Doe het. Precies bij het goede boek ben ik ook. Perfect. Billy Lurk staat erbij. Sick. Waarschijnlijk ben ik er wel een keer geweest, alleen kon ik hier toen nog niets doen. En omdat het nu story gerelateerd is, kan ik er opeens wel wat doen. Dat zou kunnen hoor. Het is hier nog steeds om het hoekje. Ik ben hier nu al echt vaker geweest. By the outsider. The bank sent you, didn't they? Well, sorry to disappoint you, but I've got nothing left. You can't bleed whale oil from a bone. Tell your trustees that. I'm not from the bank. I saw that your father's pharmacy closed. Do you know where else I can find laudanum? Yes. The auction house. My father used to distill laudanum by hand from a secret family recipe. Poppy tincture, he called it. Better than factory made. But the bank's selling that along with all of his other worldly possessions. They took everything we had. I'm sorry for your loss. I've read he was murdered. Do you know anything? His body was completely drained of blood when the Grand Guard found him. I've no idea why anyone would want to hurt Father. Anyway, the auction's today. You better hurry. And wear a hat or something. The guards won't let you in looking like that. Okay, duidelijk. Mission clue. Find the pharmacist. Ik jat meteen haar hele huis leeg. Dat is ook zo onnodig, oneerlijk. Waar ik moet zijn is daar.
pittig hoog en gevaarlijk wel wat ik aan het doen ben. To start the bidding any moment now. Oh, yeah, that is it. I can't go in there looking like this. I need to find another face. You've made your bed and have to lie in it. I don't make my top quick save here. Ever. That's what servants are for. Oké, let op jongens. Mijn plan is dus om met deze skill, zojuist een quick save gemaakt natuurlijk, dit te doen. Let op. Kijk, die dude valt naar beneden. With all the bank foreclosures, there have been some choice items on the block these days. Kijk, daar gaan we weer. Oh my god, de guards zijn van een post af. Dit was zo perfect. Oh my god, dit was echt perfect. Quick save. Guards! Someone! Alright, let's go. Waar gaan we heen? We gaan naar boven heen. Good evening, Michael's deposited loan. I'm here to make a withdrawal. Deposited loan. I'm here to make a withdrawal. Woo! Time for games. Oh my god. Dit is like net goed gegaan. Good. There's someone here for maintenance. The wrench to get the hatches open should be nearby. Oh.
Aha, yes. This should be able to open the hatches. Ja, zo kan ik de bank ingaan via de sewers, hè? We kunnen ook gewoon via links gaan hier. Hebben we hier. Key needed. Niks needed. Ga er gewoon overheen. Ha, vet zeg. Ik ga wel echt nu een quick save maken. En ik ga je sowieso bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Je ziet hoeveel progressie we hebben gemaakt en op hoeveel manieren je iets kan aanpakken. Eens even kijken. Dit gaat mijn outro van de video worden. Dus ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze episode. I guess it's fitting to come in through the trash. Haha, zo vet. Zo vet. Zo dope om op deze manier binnen te komen. Je voelt je ook echt gewoon een inbreker op deze manier. Ongelooflijk. Ja, dan kun je op die manier naar binnen. Fucking vet. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, guys. Voor het liken. Ik hoop dat jullie het cool vonden. De support showen. En dan zie ik jullie terug in de volgende aflevering. Waar we de bank daadwerkelijk naar binnen gaan. Geweldig. Tot de volgende, guys. Peace.